We zijn hier samen met Orange Next en ICT om oplossingen te presenteren voor containerterminals, havenbedrijven. En we doen dat hier op de TOC Europe 2019 in Ahoy. Als ICT realiseren wij technologische oplossingen en leveren wij ook allerlei diensten aan containerterminals. Wat wij daarnaast doen is in samenwerking met Orange Next proberen wij ook equipment informatie inzichtelijk te maken. Statusinformatie van het equipment, sensordata te visualiseren. Achter mij zie je een opstelling voor een digital twin. Daar kunnen we iedere terminal in tekenen. Kunnen we simulaties uitvoeren, kunnen we zien wat het equipment doet. Als wij een controlsysteem bijvoorbeeld aanpassen, dan kun je dus dat direct al simuleren in die digital twin. Voor terminals betekent dit dat ze sneller containers kunnen laden en lossen. En equipment kan efficiënter rijden, waardoor brandstof wordt bespaard en onderhoudskosten worden verlaagd. Containerterminals zijn uitgegroeid tot technologische organisaties met veelvoud aan systemen over de hele terminal verspreid. Het probleem van die systemen is dat ze niet onderling samenwerken. The trick is to use data intelligently and really use data that's out of threshold. Data that's going to tell you something that's not working optimally in your business. Nou, wij zorgen dat die data enerzijds bijeenkomt en anderzijds van een hogere kwaliteit is om een operatie veel efficiënter uit te kunnen voeren. En wij doen dat met een drietal oplossingen. Eén is Connecting Data en die oplossing heet Digital Next. Om de juiste architectuur om data-orchestratie te kunnen doen binnen een port en terminal. En we hebben vele assets wereldwijd vaak die centraal gemonitord moeten worden. Ten tweede hebben we Connext, dat is een andere SaaS-oplossing om de assets te kunnen koppelen, maar via IoT. En de derde is Mobile Next, om bijvoorbeeld de deliveries in Hinterland te kunnen monitoren. Dus een stukje track and trace, maar ook een stukje sign-off van deliveries. De toekomst is dat containerterminals hun data delen, dat ze meer met hun data gaan doen, om in die hele keten van containerlogistiek efficiënter en nog sneller de containers op de juiste plaats te krijgen. Het havenbedrijf wil ook graag dat Rotterdam de slimste haven van de wereld wordt. En daar kunnen wij als ICT een steentje toe bijdragen.